In deze aflevering lopen we met Henk Nobbe van Gemaal Malensluis naar Eembrugge. Henk werkt al 30 jaar voor het waterschap en zag het bij de hoge waterstanden van afgelopen winter bijna misgaan in een aantal Amersfoortse wijken. De nieuwbouwwijk, hè? Kattenbroek, de naam zegt het al, Vathorst, dat is ook zo'n gebied wat deels heel laag ligt, Nieuwland. Ja, dat zijn wel gebieden die last kunnen krijgen. Andere gasten in deze aflevering zijn de weidevogels. Boeren van collectief Eemland gebruiken drones om ze te beschermen. En Jan Roodhart verklaart zijn liefde aan de grutto. Sierlijke vluchten, die baltsvluchten. Het statige van zo'n grutto die je eigenlijk een hele winter hebt moeten missen. Mooi geluid, ook mooi gekleurd. Duidelijk verschil tussen dame en heer. We onderzoeken participatief of de Eem echt zo'n klotsbak is. Slag klaarmaken, dat betekent oprijden. Slag klaar betekent draaien en go. En in onze vervolgrubriek over renovatie of sloop van Jericho brengt Henk van Oostrum ons op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Grondtonen is een podcastserie op wandeltempo. Voor iedereen die zijn hoofd wil vrijmaken voor mooie en authentieke verhalen over de Eem en het Weidse land daaromheen. Ja, we staan bij het gemaal Malenbrug, zeg ik dat goed? Malensluis. Malensluis, ik zeg het meteen fout. En met Henk Nobbe vandaag. Ja, en, klopt. Kunt u iets vertellen over uzelf? Ja, ik werk bij Waterschap Vallei Veluwe. Ik ben daar beleidsadviseur. Ik hou me bezig met allerlei hedendaagse zaken, maar ook met een stukje geschiedenis, waar ik ook wat over kan vertellen. Mooi. En ook over de toekomst. Oké, dat is ook interessant. Hebben met elkaar te maken ook natuurlijk. Ja. Ja. Ik ben nog wel benieuwd naar jouw functie. Want je staat omschreven als senior adviseur planvorming. Wat doe je dan bij het waterschap? Nou, wat ik doe, ik heb me de laatste jaren veel met de omgevingswet bezig gehouden. Met waterschapsverordening, met verordeningen van provincies, van gemeenten. Ik heb me ook met allerlei plannen bezig gehouden. Met ons waterbeheerprogramma. En ik ben accountmanager voor de provincies. Dus ik onderhoud contacten met de provincies. En die zijn in feite onze toezichthouders en ook heel vaak partner in allerlei projecten. Waar gaan we naartoe lopen, Henk? Ja, we gaan langs gemaal Malensluis. De naam zegt het al, Malensluis. Vroeger was het een sluis, een uitwateringssluis. En dat kan nog steeds, het water kan nog steeds door een koker heen naar buiten toe. Maar als het water hoog staat buiten, dan gaat het gemaal aan. Dus dan gaat die pompen. En dat gemaal, daar lozen twee weteringen op. Dit is de Koelhorstenwetering en de Malenwetering. En die komen hier samen op dit gemaal. En die pompen het water, het overtollig water, naar de Eem. Ja, we staan bij het gemaal Malenbrug, zeg Klopt. Ik dat goed? Ja, wij lopen Malensluis, nu op Gebbelinie-dijk. Met Henk Dat Nobbe was vroeger vandaag. Gewoon een waterkering, dat is het nog steeds. Kunt u iets vertellen maar over Maar die is op een gegeven moment geïncorporeerd in de Gebbelinie. Dus dat heeft ook een militaire functie gekregen. Ja, dat is een verdedigingswerk. Dat loopt vanaf de Betuwe tot aan Dat is ook interessant. Hebben met elkaar te maken ook natuurlijk. De kust van de voormalige Zuiderzee. En het was in feite een waterlinie. Dus dat gebied kon onder water gezet worden. En dat ging met behulp van een aantal dijkjes die aangelegd waren. En zogenaamde damsluizen. En er werd er met behulp van Rijnwater en water uit de beken. En ook water uit de Zuiderzee. Ja. Werd die in stelling gebracht? Ja, volgens mij. Klopt. Ja, wij komen zo meteen bij een van die dijkjes. Dat is de zogenaamde Vuurdijk.
En die werd dus gebruikt als dwarskade om het water ook op de plek te houden waar je het wilde hebben. Want de Gelderse Vallei die loopt af van zuid naar noord. En dat is wel een meter of 7. Ja. Dus vandaar dat je allemaal compartimenten, kommen noemden ze dat, ja, moest hebben. Ja, anders ben je het zo weer kwijt. Ja. We hebben hier ook een soort bastion, het voormalig werk aan Krachtwijk. Yes. En dat is dat is rond 1800 gebouwd door de Fransen. Dat weggetje wat je daar ziet en als je die zo doorkijkt, dat is de Vuurdijk. En dat was vroeger een compartimentering tussen de kom links en de kom rechts. En en het bijzondere is de kom richting de Zuiderzee. Die kon met zeewater onder water gezet worden. En die andere kom, dat werd aangevoerd vanuit het Valleikanaal. Henk, dan was het dus de bedoeling dat hier aan deze kant de soldaten lagen. Ja. En die moesten dan de vijand die eventueel over dat dammetje kwam eraan schieten. Ja, schieten. Die vijand die kon dan over die dam, hè, over de Vuurdijk, hier naartoe lopen. En op die manier zeg maar de waterlinie doorkruisen. En hier kon dan die vijand tegengehouden worden. Ik ben nog wel benieuwd naar jouw functie, want je staat omschreven als senior adviseur planvorming. Wat doe je dan bij het waterschap? Nou, wat ik doe. Kijk, en dit is een windmolentje van Natuurmonumenten. Want hier wordt ook een heel speciaal pijlbeheer gevoerd. Je ziet dat nu het water vrij laag staat. Maar heel binnenkort dan gaan ze het echt omhoog zetten. En dat doen ze met zo'n molentje, dat het plasdras staat. Zodat als de weidevogels hier komen, dat ze een plasdras situatie aantreffen. En waarom staat het nu laag? Opzetten, dat waterpeil dan maar. Ik had eerder gezegd wel verwacht dat het nu hier al wat hoger stond, hoor. Dat is al lang geweest, ja. Maar goed, je moet toch wel een beetje draagkracht hebben. En wat je ook wel hebt, omdat dit vroeger landbouwgrond is geweest, zit er nog veel fosfaat in de bodem. En dat wordt mobiel als je het onder water zet. En dat gaat weer ten koste van de waterkwaliteit. Ja, hier is ook puzzelen. Hier is het ook puzzelen, hè? Je kunt niet zo in één keer patsboem het water hele jaar rond plasdras zetten. We lopen verder over de dijk naar De Slaag, een weidevogelgebied van Natuurmonumenten. Kijk, en dit is een windmolentje van Natuurmonumenten. Want hier wordt ook een heel speciaal pijlbeheer gevoerd. Je ziet dat nu het water vrij laag staat. Maar heel binnenkort dan gaan ze het echt omhoog zetten. En dat doen ze met zo'n molentje, dat het plasdras staat. Zodat als de weidevogels hier komen, dat ze een plasdras situatie aantreffen. Ja, we staan bij. Dat heeft te maken met dat het Gemaal Malenbrug, zeg ik dat wel goed? Bereikbaar moet Malensluis, zijn. Malensluis, ik zeg het maaien. Even fout. En wat je ook wel hebt, omdat dit vroeger landbouwgrond is geweest, zit er nog veel fosfaat in de bodem. En dat wordt mobiel als je het onder water zet. Mooi. En dat gaat weer ten koste van de waterkwaliteit. Okay, dat is ook interessant. Hebben met elkaar te maken. Hier is het ook puzzelen. Ook, je kunt niet zo in één keer patsboem het water hele jaar rond plasdras zetten.
Henk Nobbe refereerde er al aan. Heb je het over de natuurwaarde in Eemland, dan heb je het over weidevogels. Het gaat niet goed met de weidevogels in Nederland. Zo daalde de grutto-populatie, waarvan 90% hier broedt, van 120.000 broedparen in de vorige eeuw tot 30.000 nu. De achteruitgang van alle weidevogels in ons land is ongeveer 5% per jaar. Eemland liet de afgelopen jaren een groei zien van ruim 3%. Dat is voor een groot deel te danken aan de boeren van collectief Eemland. Een van hen is Marcel Vedder. Marcel is melkveehouder en beheert 7 hectare van zijn grasland zo dat weidevogels daar goed kunnen broeden. Hij heeft een deel onder water gezet, gaat laten maaien, laat zijn koeien maar beperkt weiden en zorgt voor kruiden in zijn grasland. Wat levert dat aan productieverlies op? Wat kost je dat? Het zijn natuurlijk allemaal wel percelen die, ja, waar je niet op kunt maaien zo je wil. Ik bedoel, als je voeding wil maaien, dan moet je jong gras maaien. Want je moet blad hebben en geen stengels, zoals dat heet. En vooral dat afwrijpende gras, dat gaat natuurlijk heel veel stengel vormen. Dus dat wordt heel houterig. Ja, dus er is, ja, de melk is eruit, om het zo maar te zeggen. En als je daar niet op acteert door het toevoeren van brokjes of andere voermiddelen, ja, dan kost je dat gewoon per koe een 1500 liter per jaar. De vergoedingen zijn in 2015 uitgerekend op basis inderdaad van inkomstenderving. We leven ondertussen 8 jaar verder. De prijzen zijn niet omlaag gegaan, zoals iedereen wel weet. Die zijn omhoog gegaan. Dus ook de vergoeding voor die brokken die de boer dan nodig heeft. En dan hebben we het alleen nog maar over de vergoedingen voor de mindere kwaliteit gras. Dus minder eiwit, dus minder melk. Maar niet voor de arbeid die de boer moet doen, omdat hij een keer extra moet gaan maaien en dat soort zaken. Als dat zo is, waarom doe je als boer dan al die moeite voor de weidevogels? Zoeken naar nestjes en zulke soort dingen, dat doe je eigenlijk je hele leven al. En dat je daar een draadje omheen zet en een stokje erbij zet en oppast met maaien, en dat doe je even goed wel, want je vindt het zelf ook mooi. Als ik in de lente buiten stap en ik hoor de eerste kieviet of de eerste grutto, weet ik het wat, dan ben ik de eerste die daar van geniet, zeg maar. Polder hoort in mijn beleving een weidevogelgeluid te herbergen. Daar ben ik mee opgegroeid. En dat geeft je ook echt zo'n voorjaarsgevoel. En nou, ik weet niet hoe het met jou is, maar het voorjaar geeft meestal wel een impuls van energie. En daar hoort dat geluid bij. En dat geeft mij een kick. Mooie vogels. Sierlijke vluchten, die balsvluchten. Het statige van zo'n grutto die je eigenlijk een hele winter hebt moeten missen. Mooi geluid, ja, ook mooi gekleurd. Duidelijk verschil tussen dame en heer. Ja. Voor beschutting van de weidevogels en voldoende voedsel voor de kuikens is een gevarieerde vegetatie nodig. Die krijg je door mozaïekbeheer. Hoe wordt dat op een boerderij ingevuld? Op boerenveld is het vrij standaard om, wanneer je een mooi weidevogelgebiedje wil maken, hè, op bedrijfsniveau, hè, dat er een mozaïek aangelegd wordt, bijvoorbeeld met een plasdras. Dus dan vernat je het, je vertraagt de groei. Je kan ook voorbeweiden, dus heel vroeg al met vee de koppen eruit weiden, hè, grazen. Daarmee krijg je allerlei verschillende stadia's in je grasland. Je kunt ook op een gegeven moment starten met maaien. Maar dan ben je dus eigenlijk bezig in het broedseizoen zelf om het mozaïek te maken en of in stand te houden. Jan wil die verstoring niet en probeert door alleen waterbeheer en niet te bemesten de grasgroei te vertragen en een gevarieerde vegetatie te ontwikkelen.
Nou, dan zie je dus dat kruiden meer terugkomen. Die krijgen kansen omdat het gras minder dominant is. Maar je ziet ook dat de ene soort het wel overleeft in een natte hoek en een andere soort niet. Dus je hebt een heel mooi mozaïek in het veld. In dat mozaïek proberen we zo lang mogelijk in stand te houden. Op een gegeven moment win je het gewoon niet meer van de verdamping. Dus gaat het gras toch harder groeien. Dat is ook niet erg. Mits het maar tot 15 juni echt goed doordringbaar blijft voor zo'n gruttokuiken en tureluurkuiken. En kievietkuikens al helemaal. Maar die zijn gelukkig wat vroeger. Hè? Dus die profiteren echt van het kortere gewas. Maar zo lang moet het wel geschikt blijven. Want die beestjes die moeten zelf hun eten ophalen. Moeten ze dat door constant lang gras doen. Ja, dan hebben die kuikens dat moeilijk. Want die moeten ook heel veel energie verbruiken om door dat gras heen te waden, zeg maar. Dit is een blokje van ruim 220 hectare, 230 geloof ik. Dan hebben we daar meer dan één grutto per hectare. Het zit tussen de 250 en 300 grutto's. Het is zelfs al eens een jaar 350 grutto's geweest. Dus dat is een behoorlijke dichtheid. Tureluurs die zitten ongeveer op 200 tot 250. En kievieten die zitten ongeveer op hetzelfde niveau als grutto's. En het broedsucces dat meten wij eigenlijk alleen bij grutto en tureluur. Dat zijn soorten die alarmeren. En alarmeren dat is dan dus dat ze eigenlijk geluid geven of gedrag vertonen dat ze kuikens bij zich hebben. Heb je bijvoorbeeld 100 grutto's in je veld opgeschreven als zijnde een broedvogel en er alarmeren er nog 60 paartjes, dan heb je eigenlijk een broedsucces van 60%. Dat noemen ze het BTS, bruto teriaal succes. Dat hebben we minimaal nodig, 60%. Dat lukt in heel veel delen van Nederland niet. Hier lukt het eigenlijk ieder jaar nog steeds wel. En wij zaten afgelopen jaar, als ik het goed zeg, op 81%. Dus dat is een, nou ja, daar kan je mee thuiskomen. Juist, daar kan je mee thuiskomen. Dan kan je je handen knijpen, zeg maar, van nee, wauw, ja. Ja, wat we zien is een grote plastic koffer, waterdicht, luchtdicht. Ja, het moet allemaal wel een beetje goed zijn natuurlijk, want het is dure apparatuur. Dus we zetten eerst de poten eronder. Kan die daar lekker op staan straks. Hoeveel kost zo'n drone eigenlijk met zo'n apparaat? Alles bij elkaar, wat wij nu hebben aan extra accu's en dat soort zaken en camera's, zetten we op 26.000 euro. Oh, deze vlucht hang ik de warmtecamera eronder. Een camera die, waarmee we vliegen op 35 meter hoogte. En die kan dan een verschil zien van 0,1 graad. Dus dat is een nogal gevoelig ding. En hoeveel foto's heb je dan van zo'n lab? Dat is een immense hoeveelheid. Ja, nu hebben we dus één perceel. Maar als we zeg maar 3 of 4 percelen hebben, zit je soms wel op 300, 400, 500 foto's die je allemaal aan elkaar moet plakken. En vervolgens gaat hij dan op die foto's kijken of er eieren liggen. Dus de vorm van de eieren kan hij zien, kan hij herkennen. En daar geeft hij dan een rood vierkantje omheen, zo van hier ligt een nest. En dan moeten wij zelf gaan kijken in die stoffen van is het inderdaad een nest, ja of nee. Oké, dus je moet nog wel handmatig zeg maar een controle uitoefenen. Ja, nu nog wel. Kijk, als in de toekomst de software veel beter is, hè, er zitten nu 350 nesten in die database. Uiteindelijk moeten er eigenlijk een 2000 inkomen, wil die helemaal goed werken. Dan zou het zo kunnen zijn dat je met een drone een stuk afvliegt en automatisch de GPS-coördinaten doorgeeft aan de trekker van de boer. Zo zou het ook nog kunnen gaan worden in de toekomst. Kijk, we hebben te maken met 80 mensen die eieren opsporen. Maar eerlijk gezegd zijn het allemaal oudere mensen, mannen en vrouwen.
En helaas, die gaan ook allemaal een keertje dood. Het zijn allemaal mensen die in hun jeugd hebben geleerd om eieren te zoeken. En er komt heel weinig aandacht vanuit de jeugd. Want de jeugd zit tegenwoordig achter een tablet. En die gaan niet meer de polder in. Ja, en dat is jammer, waardoor je geen aanwas hebt. En die oude mensen die gaan dus, goed, die vallen weg omdat ze slechte heupen hebben, wat dan ook. Dat moet je vervangen, denk ik dan. Ja. Iets achteruit, want anders, hij heeft allerlei sensors waardoor hij ziet dat er iets in de buurt staat. En dan vindt hij dat niet zo leuk, dan stijgt hij niet eens op. Daar verder op zie ik al ganzen gaan. Is dat van dat ding of niet? Ja, de ganzen zijn ontzettend bang voor een drone. En als je ook in de buurt komt, dan zijn ze weg. Dat dus. Heel mooi. Ja. We zijn weer terug bij de Eemdijk, waar we onze wandeling met Henk Nobbe vervolgen. Langs de Eem ligt een kralensnoer van dekzandhoogte die vaak al vanaf de 10e eeuw ontgonnen en bebouwd zijn. Hogerhorst, Krachtwijk en Netelenburg zijn nog in het veld herkenbaar. En nu komen we bij Grote Melm. Is dat ook weer zo'n zandopduiking? Ja, klopt. De meeste van die zandopduikingen liggen aan de oostoever. Ja. Maar er liggen ook twee aan de westoever. En dat is de Grote Melm en de Kleine Melm. En dat waren dus ook de plekken waar vroeger lading werd overgeladen van schepen. Die van zee kwamen op padbodempjes om naar Amersfoort te varen. De Eem is de belangrijkste schakel in de ontwatering van de Gelderse Vallei. Al het water uit dat gebied, tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe, tot aan Wageningen en Rhenen, stroomt hier langs af. In dat zandgebied, wat Gelderse Vallei is, er liggen allemaal beken. De Warneveldse Beek, de Esveldebeek, de Luntersche Beek, de Heiligenbergenbeek. En die komen allemaal samen in Amersfoort. Dat is echt een flessenhals, waar dus al die wateren zo bij elkaar komen. En die vormen dan samen de Eem. Dus voor de waterhuishouding is dit cruciaal. Cruciaal en door de klimaatopwarming ook steeds problematischer. Met een stijgende zeewaterspiegel en meer neerslag neemt de kans op overstromingen en wateroverlast toe. Nou ja, de Gelderse Vallei, dat ligt tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. Het begint in feite bij de Rijn, bij Wageningen. En dit hele gebied, dat kent eigenlijk maar één afwatering uiteindelijk. En dat is de Eem. En in dat zandgebied, wat Gelderse Vallei is, er liggen allemaal beken. De Warneveldse Beek, de Esveldebeek, de Luntersche Beek. Kwamen in Amersfoort. Dat is echt een flessenhals waar dus al die wateren zo bij elkaar komen. En die vormen dan samen de Eem. Dus voor de waterhuishouding is dit cruciaal. Hè, in ieder geval voor de afwatering. Ook voor de water. De Gelderse Vallei, Amersfoort, de steden en dorpen langs de Eem staan via deze rivier in directe verbinding met het Markermeer. Daar zijn ook veel vissen afhankelijk van de Eem. En het is natuurlijk ook een KRW-waterlichaam. Dus van de Europese kaderrichtlijn water gelden je doelen voor die wij moeten realiseren. Gaat dat lukken
Nee. De ecologie is redelijk op orde. Voor zover we die op orde kunnen krijgen. Hè, gegeven het feit dat dit een vaarweg is. De waterkwaliteit is, daar gaan we de doelen niet redden. Maar we hebben nog steeds veel last van microverontreinigingen. Dus dat zijn medicijnresten, dat zijn restanten van pesticiden. Dat kunnen nog PAC zijn, dat is PFAS. Nou ja, alle stoffen die je kunt bedenken, ja, dat komt hier langs. Het is natuurlijk ook het gootsteenputje van het hele gebied. Echt lastig, waar veel landbouw is, maar ook veel stedelijk gebied. Ja, Amersfoort en verderop natuurlijk, hè, Veenendaal. Hier ligt Soest, Baren. Ja, dat zijn toch grote bevolkingsconcentraties. En dat zorgt natuurlijk ook voor en is de nodige milieulast. Is er al wel eens wateroverlast geweest in Amersfoort? Het is in januari. Welke wijken lopen dan het eerste gevaar in Amersfoort? Zijn dat de nieuwe wijken? Dus dat is een wijk. Vathorst, dat is ook zo'n gebied wat deels heel laag ligt, Nieuwland. Ja, dat zijn wel gebieden die last kunnen krijgen. En in Baren, ja, daar heb je ook woningen in het Eendal. Ja. En daar ligt wel een dijk. Ja, ik heb daar gekeken naar een woning, maar... Niet vertrouwd voor je? Nee, bij mij weegt dat wel mee, ja. Gaan we weer verder? Ja. Nou ja, hier heb je een bord van een sup. Zwemmen ontraden. Mensen willen heel graag in de Eem zwemmen. Oh ja, ik zie het. Ja. Maar dat water, dat voldoet gewoon niet aan de zwemwaterkwaliteit. En het is ook onveilig om daar... scheepvaartverkeer is. Toch regelmatig in het water. Maar ja, toch gebeurt het. En dat kun je ook niet tegenhouden. Ja, maar daarom worden er wel waarschuwingsbordjes neergezet. Dat het in ieder geval op eigen risico is. De provincie is verantwoordelijk voor het beheer van de Eem en beheert de rivier als een vaarweg voor de beroepsvaart. Daarom heeft ze die damwanden geplaatst. Een klotsbak. Zo staat de Eem bij roeiers bekend. Wij besluiten de proef op de som te nemen en roeien een stukje op de Eem met Erik Droog en Bert Kranendonk van de Baarnse Watersportvereniging. Ja, uitzetten.
Erik even met de riem. Als dat lukt. En nou is de slag heeft altijd... De slag bepaalt. Het tempo aan, geeft de lengte van de slag aan. Dus je hoeft alleen maar de slag te volgen. En zo heet dat ook, volg de slag. Dus dat is handen uitzetten. Inbuigen, oprijden zachtjes. Draaien. In het water en trappen. Uit het water, wegzetten, oprijden, trap. Even stoppen. Huip. Wat? De handen iets meer naar het eind van de riemen en je duimen op de... Duimen aan die kant. Uiteind. Dan hou je doldruk, dan blijf je naar buiten duwen. Ja. En verder proberen je handen op het moment dat je trapt bij elkaar te houden. Ja. En niet te hoog, want dan gaan de riemen heel diep. Dan krijg je dit. Maar voor de rest, de beweging is nu al goed. Nou, dan gaan we het officieel doen. Slag klaarmaken, dat betekent oprijden. Slag klaar betekent draaien. En go. Niks meer aan doen, zou ik zeggen. Erik en Bert zijn beide actief bij de Baarnse Watersportvereniging. De BWV heeft 460 leden, voornamelijk 40-plussers en toerroeiers. En ze bezit zo'n 70 boten, variërend van een skif voor één persoon tot een 8 met stuurman. Het leuke aan roeien is dat je in beweging bent. Dat je op het water zit, dat je buiten bent. Heel belangrijk. Het contact onderling in ploegen. Is heel erg belangrijk. Er zijn hier vriendengroepen ontstaan die al 40 jaar bestaan en nog steeds roeien en daarna koffie drinken, de wereldproblemen bespreken en ze ook nog oplossen. Dat maakt het heel erg leuk. Maar wat ook heel leuk is, is dat het zowel een ploegsport als een individuele sport is. Dus als je individueel wilt presteren, kan dat prima. Wil je als ploeg niet echt, ben je niet zo ambitieus, wil je niet echt presteren, maar doe je het meer voor het bewegen en de gezelligheid, kan het ook. Ja, en ik denk dat alle lagen van de samenleving eraan meedoen. We hebben nog geen 200 meter geroeid of een klein motorbootje komt ons tegemoet. De schipper mindert vaart voor ons. Maar je ziet nu al de... Vaart hij zo langzaam? Ja. En hier heb je al de golven. En dit is de meest stabiele boot van de vereniging. Ja, ja, ja. Ja, het is een golfslag van niks, hè? Nee. Maar als je in een skifje zit, alleen zit, en dat klossen, dat heb je met name in de bochten van de rivier, want dan komt het meerdere keren komt het terug. Soms duurt het wel een kwartier voordat het water weer glad is. Dan heb je echt last. En als jij beginnend roeier bent, ja, dan zit je niet meer voor je plezier in een roeiboot. Het is gewoon een hartstikke gevaarlijke sport. Ja, als je met een microfoon in je handen zit wel, ja. Moet je nagaan. Nog steeds golven. Nog steeds onbalans. En die boot is al lang weg. En dat heeft alleen maar te maken met het feit dat die damwanden zo hard zijn. Ja. Oké. Okay. Nou, dit is... Oké, nee, nu maak ik het mee, hè? Een klotsbak, inderdaad. De stalen damwanden, we hoorden het al eerder, passen bij een inrichting van de Eem voor de beroepsvaart. Maar die heeft de afgelopen decennia sterk aan belang ingeboet. Op jaarbasis zijn er nog maar 700 vaarbewegingen van de beroepsvaart. Eén keer heen en één keer terug per dag. Recreatie daarentegen op en langs de Eem is veel belangrijker geworden. Daarom heeft ook de Baarnse Watersportvereniging, net zoals Vrienden van de Eem uit de eerste aflevering van deze podcast, een visie op een ander gebruik van de Eem geschreven. Integreer nou wonen en water veel meer met elkaar en natuur. Trek, als je gaat bouwen, mag je best wel wat meer of water de bebouwde kom intrekken, of de bebouwde kom het water intrekken. Je kan ook ergens nog een boulevardje maken, dat je kan flaneren, dat je een keer een leuk terrasje aan het water hebt. Oefenrecreatie stimuleren. Zwemmen moet je niet willen, hè, want dan zit je met zwemwaterkwaliteit. Misschien moet je parallel aan de Eem een recreatieplas maken. Zodat je allerlei verbindingen kan maken. Want we zitten hier in een verzorgingsgebied van 350.000 inwoners. En dat is relatief weinig. En je kan natuurlijk veel meer doen voor de leefbaarheid.
Dus het is en, combineer al die functies. Ja. Er zijn natuurlijk tegengestelde belangen ook, hè, want de vissers hebben weer andere belangen dan de zwemmers, die hebben andere dan de motorbootclubjes, als de kano's, de roeiers, de scouting. Ga er maar aan staan. Ik denk dat de winst van de afgelopen paar jaar is dat er veel meer nu contact is. Dat er gecommuniceerd wordt. Het leefde behoorlijk langs elkaar heen. We hebben op de bel gedrukt, de vlag omhoog gestoken. En nu wordt er gesproken. Ook door de provincie en Rijkswaterstaat. Die luisteren nu ook. Die proberen ook mee oplossingen te bedenken. En ik denk dat dat al een enorme winst is. Dat we elkaar snappen. Dat we willen luisteren en dat we in deze hele complexe situatie van gebiedsontwikkeling, gebruik van water, waterspiegelstijging, noem maar op, dat er toch met elkaar wordt gesproken en nagedacht. Denk aan de klik. Haaks erin. Yep. Dan moet wel een beetje droog blijven natuurlijk. Beetje lullig als ze de laatste meter omgaan. Ja. Oké, laat lopen. Riemen hoog. Bedankt. Hou de bakboord. Dan zal ik hem even vasthouden. Dan kunnen jullie ook veilig uitstappen. Heel goed. Geweldig. Ja. En als je dan uitstapt, moet je hem wel meenemen. Dus zo ja. Nee, kan je gewoon uitstappen en dan neem je hem mee. Zo ja. Heel goed. Nou ja, hier heb je een bord van zwemmen ontraden. Mensen willen heel graag in de Eem zwemmen. Maar dat water, dat voldoet gewoon niet aan de zwemwaterkwaliteit. En het is ook onveilig om daar, omdat er scheepvaartverkeer is. Maar ja, toch gebeurt het. En dat kun je ook niet tegenhouden. Maar daarom worden er wel waarschuwingsbordjes neergezet. Dat het in ieder geval op eigen risico is. Voor een laatste keer zijn we terug bij Henk Nobbe. We lopen in de buurt van gemaal Zeldert. De Eem is niet alleen gewild zwemwater, maar ook een kaderrichtlijn waterlichaam, zoals dat heet. Een rivier die moet voldoen aan Europees afgesproken waterkwaliteitsdoelen. Gaat het waterschap die doelen halen? Nee. De ecologie is redelijk op orde, ja. Voor zover we die op orde kunnen krijgen, hè, gegeven het feit dat dit een vaarweg is. De waterkwaliteit is, daar gaan we de doelen niet redden. Fosfaat- en stikstofgehaltes zijn net aan goed. Dat is vooral te danken aan een extra zuiveringstrap die bij de rioolwaterzuivering is aangebracht om het fosfaat eruit te halen. Maar we hebben nog steeds veel last van microverontreinigingen. Dus ja. Dat zijn medicijnresten, dat zijn restanten van pesticiden. Dat kunnen nog pak zijn, dat is PFAS. Nou ja, alle stoffen die je kunt bedenken, ja, dat komt hier langs. Het is natuurlijk ook het gootsteenputje van het hele gebied, waar en veel landbouw is, maar ook veel stedelijk gebied. Ja, Amersfoort en verderop natuurlijk, hè, Veenendaal. Hier ligt Soest, Baren. Ja, dat zijn toch grote bevolkingsconcentraties. En dat zorgt natuurlijk ook voor de nodige milieulast. Kijk, hier zijn we weer op zo'n zandbult. Dit is ook weer zo'n hele oude plek die vanaf de 10e eeuw bewoond is. Mooi zeg. En dit is Netelenberg. Ook weer met een oude boerderij. Ja. Schilderachtig. En hier is dus het begonnen. En wat je ook leuk ziet is, hier is een afgesneden bocht van de Eem. En hier kun je eigenlijk zien hoe de Eem er vroeger uitzag. Want in die afgesneden bocht, daar is niks mee gebeurd. En daar zie je een veel natuurlijker oevers. Hij is ook veel smaller. Hij is ook veel ondieper. En
Ja, dat zag er echt anders uit vroeger. Dus een blik in het verleden is misschien ook wel een blik in de toekomst. Ja, 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 zou kunnen. Ja, mooi. Ja. Het is alweer ruim een maand geleden, dus tijd om Henk van Oostrum weer te bellen. Hallo, met Henk van Oostrum. Dag Henk, je spreekt met Barend Haaswegen, de podcastmaker. Hi, hallo. Hi, ben je al wat wijzer geworden van Alliantie inmiddels? Nou, we zijn nog steeds verder onwijzer geworden, want een paar weken terug heb ik nog gevraagd tijdens een vergadering van wat zijn de plannen voor Jericho? Ja, we hebben helemaal geen plannen voor Jericho. Dus dan blijven ze volhouden. Dus ik begrijp niet wat er aan de hand is met de Alliantie. Ze geven nog steeds geen duidelijkheid dus? Nee. Ze willen dat sociaal plan er doorheen drukken. Dat is het enige wat ze willen. We zitten wel aan tafel voor dat sociaal plan. Maar we zijn het er verder niet mee eens. Want jullie zitten inderdaad aan tafel voor het sociale plan. Jullie hebben ook jullie eis op tafel gelegd. Ja. Maar wordt daar verder niet over gepraat dan? Of willen ze iets anders? Nee, bepaalde eisen die wij stellen, dat vegen ze gewoon van tafel af en daar willen ze verder niet over praten. En dat schuiven ze gewoon aan de kant. Hé, en welke eisen schuiven ze aan de kant dan? Voor alleenstaanden, die hebben nu tegenwoordig recht op 40 vierkante meter. En wij zeggen van een gelijkwaardige woning. Maar een gelijkwaardige woning vinden hun die 40 vierkante meter zijn voor alleenstaanden. Maar er zitten zeg maar 40 alleenstaanden hier in de wijk. En die willen gewoon een eengezinswoning met een tuintje hebben. En niet een appartement of zo van 40 vierkante meter. Dus zulke soort dingen. En over de verhuiskosten. Kijk, we hebben 30 jaar zitten we al zonder verbetering van de woningen. Dat is slecht onderhoud. En dat is gewoon aantoonbaar. Dus, en wij zeggen, daar moeten ze ons mee compenseren. En ze hebben vanaf 2018 hebben ze gezegd dat ze zouden verduurzamen en verbeteren. Dus wij eisen ook in ieder geval minimaal anderhalve verhuiskosten. En dat willen ze ook niet, dat vegen ze ook gewoon van tafel af. Dus het schiet echt niet op en ze blijven onduidelijk verder. Dus, en dan is ook maar weer de vraag van, ik heb 4 maanden geleden aangegeven dat ik 18 mei tot juni op vakantie ben. En nou hebben ze 2 vergaderingen in die periode gepland. Dus nu hebben we woensdag een vergadering. En dan zal ik vragen wie die datum vast heeft gesteld. Is dit opzet, denk je? Ja, dat is duidelijk opzet. Terwijl ik al 4 maanden lang zeg, en met die mediator ook aan tafel, want die rijdt ook motor. Ik ga op een motorvakantie. En ik heb het duidelijk aangegeven, 18 mei tot juni ben ik niet aanwezig. Dus, Hey, maar als zij praten over dat sociaal plan, hè, ze willen hun eigen punten daarin terugvinden, dan gaan ze toch uit van sloop? Of is dat niet zo? Ja, hun gaan voor de sloop en nieuwbouw. Maar er zijn helemaal geen plannen voor nieuwbouw. Dus, maar hoe kan het dan? Snap jij dat nou? Nee, ik snap dat niet. Want ik zeg al, jullie maken gewoon 2,5 jaar de bewoners gek. Jullie trekken een hele wijk uit elkaar. De hele cohesie is hier kapot. Dat is gewoon niet menselijk wat hun doen. Dus. Hey, en zou je de gemeente mee kunnen krijgen om meer duidelijkheid te krijgen? Want die willen op een gegeven moment ook weten wat er gebeurt, of niet? Wij willen nu even aankijken wat er woensdag weer uitkomt. En dan willen we anders naar de gemeenteraad gaan en vragen of hun kunnen vragen wat de plannen zijn van Jericho. Ja. Nou, het is heel onduidelijk. Hè? Het blijft onduidelijk. Ja, ja. Nou, hou me op de hoogte als de woensdag wat schot in de zaak komt. Als de gemeente zich achter jullie stelt. En misschien moet ik gewoon ook eens een keer met Alliantie bellen. Of kijken of we daar een afspraak kunnen krijgen. Want het is heel ik denk dat ze daar verder niks over loslaten. Want via de media willen ze al helemaal geen toezeggingen doen. Ja. Dus, want wij worden in wezen mond dood gehouden. Want we mogen niet met media praten. En we mogen dit niet zeggen. Ik ga niet echt inhoudelijk op allerlei dingen in. Maar als de media wat vraagt aan mij, dan sta ik ze gewoon te woord. Dus, en dat heb ik ook gezegd. Ja. Oké, nou ja, goed. Hou me op de hoogte als er wat is. En ik zal je nog wel eens een keer bellen. Is goed, is prima. Oké, bedankt Henk. Oké, joe. Hoi.